Utrecht is een studentenvereniging die naast een heleboel andere dingen ook iedere dinsdagavond een lezing organiseert. Zo ook vanavond. En vanavond gaat het hebben over de Europese Unie. De Europese Unie die staat onder druk. Dus, naarmate de eurocrisis voortduurt, is er steeds hoog over de oplopende conflicten over Zuid, dat in financiële problemen zit, en Noord die ze eruit moeten helpen. En in de Zuid is er steeds meer protest over het bezuinigingsbeleid vanuit Brussel. Dan moet je denken aan Syriza in Griekenland en Podemos in Spanje. Steeds minder bereid tot compromissen. Maar naast dat standaard verhaal van Noord versus Zuid, is er ook in Noord steeds meer protest tegen de Europese Unie. We moeten denken aan Alternatief voor Duitsland in Duitsland, Ware Vin in Finland, PVV hier in Nederland. En ook op basis van nationalisme, willen we graag zelf bepalen, regels in Den Haag en bepaald worden en niet in Brussel. En ook populisme, de hoge heren in Brussel, nog verder weg dan Den Haag, dus nog minder te vertrouwen. En dus de vraag is, nu er steeds minder bereidheid is om te compromissen, en steeds meer bereidheid komt om compromissen te verdedigen, hoe houdbaar is de EU dan? En wat is de toekomst van de EU? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben met vanuit Nederland toch wel de expert over dit onderwerp, Jan Rood. Maar voordat ik hem verder ook voorstel, eerst even verloop van de avond. De heer Rood zal straks 3 kwartier zijn verhaal houden. Daarna hebben we een pauze van pakweg 10 minuten, een kwartiertje. Na de pauze is dan vervolgens 3 kwartier de tijd voor vragen en discussie. En daarna zullen we de avond afsluiten. Nu, onze spreker. Hij heeft een lange lijst met functies. Ik zal er even een paar noemen. Hij is voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Dat is zeg maar het SIP voor volwassenen, waar SIP voor studenten is en GZ voor als je geen student af bent. Hij is hoogleraar, eerst in Utrecht, nu in Leiden. Hij is onderzoeker bij Klingendaal. En nou, voor de rest nog een waslijst aan nevenfuncties. Nou, voor de rest laat ik hem maar het woord geven. Dames en heren, Jan Rood. Ik doe mijn jasje. Ik vind het altijd heel warm. Van lezingen. Ja, genoegen om hier te zijn. En hier met jullie van gedachten te wisselen over de Europese Unie. De toekomst van de Europese Unie. En inderdaad, de strekking van het verhaal zal zijn dat waar je nu heel veel discussie hebt over een soort Noord-Zuid tegenstelling en een gebrek aan solidariteit van het Noorden tegenover het Zuiden en de Zuiden. Het Zuiden bestaat voornamelijk uit oplichters, we kennen die verhalen wel. Dat als dat de crisis was binnen de Europese Unie, dan was dat al ernstig genoeg. Maar de strekking van mijn verhaal zal zijn dat er nog wel meer aan de hand is binnen de Europese Unie. Dat er sprake is van een ernstige vertrouwenscrisis. Tussen aan de ene kant grote delen van de bevolking van de lidstaten en aan de andere kant het Europese integratieproject zoals dat door een elite, voor zover die nog bestaat, wordt verdedigd. En dat in een periode, daar zal ik ook het nodig over zeggen, in een periode waarin wij in Europa worden geconfronteerd met een aantal zeer, zeer serieuze uitdagingen die, hoe je er ook naar kijkt, vragen om meer Europese integratie in plaats van minder Europese integratie. En dat is toch wel een beetje de boodschap van veel eurosceptici, namelijk er moet minder Europa komen. Goed, dat is een beetje het verhaal dat ik ga houden. Dat verhaal zal dialectisch zijn, ik zal het op tegenwerpingen tegen die crisis naar voren brengen. Helemaal een crisis, zeggen sommigen. Ik zal op andere woorden de crisis die op dit moment heerst binnen de Europese integratie proberen in perspectief te plaatsen, zonder al te theoretisch te worden. Is er een crisis? Wel, misschien de beste autoriteit die ik naar voren kan brengen, en die echt met zoveel woorden zegt, er is sprake van een ernstige crisis in de Europese integratie, is de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Die kennen we allemaal, Jean-Claude Juncker, die spitsenkandidaat, die vorig jaar tot voorzitter van de Europese Commissie werd benoemd. En die, toen hij op 15 juli in het Europese parlement zich presenteerde, als de aankomende Europese commissaris, zich presenteerde met een programma met een pakkende titel en ook de verontrustende titel A New Start for Europe,
programma met actiepunten om een soort herstart te beginnen van de Europese integratie. En als Juncker goed beluisterde, zei hij met zoveel woorden, de Europese Unie verkeert in een ernstige crisis en eigenlijk kom ik, Jean-Claude Juncker, tot de conclusie dat de Europese Unie voor zijn laatste kans staat. Laatste kans om een uitweg te vinden en een nieuw perspectief te schetsen, een uitweg te vinden uit die zo langdurige financiële economische crisis en een nieuw perspectief te schetsen naar de toekomst toe. En die uitweg die zou vooral gevonden moeten worden door meer economische groei, meer werkgelegenheid in Europa, want dat was eigenlijk de enige manier in zijn ogen om het vertrouwen van burgers terug te winnen, het vertrouwen in die Europese integratie. 1 voor 12, laatste kans voor Europa, dat was het verhaal van Jean-Claude Juncker. En inderdaad, hoe staan we ervoor binnen de Europese Unie met het Europese integratieproces? Is het inderdaad zo erg? Wat zal de toekomst brengen? Nou, om dan meteen maar met de dialectiek te beginnen. Je kunt zeggen, de Europese Unie verkeert in een crisis. Maar dat verhaal hebben we wel eerder gehoord. Ik weet niet of u of jullie tijdens jullie studie de historie van de Europese integratie een beetje hebben gevolgd. Maar als je door die geschiedenis heen gaat, dan kom je tot de conclusie dat het verhaal van de Europese integratie eigenlijk een opeenstapeling van crisis is. Soms zeer langdurig. We praten nu over een vrij lange crisis, zoals 2008, 2009, de val van Lehman Brothers, de bankencrisis, de schuldencrisis, etc. De Griekse crisis, de Italiaanse crisis als beginpunt nemen, dan zitten we dus nu al een jaar of 6, 7 in crisis. Maar vergeet niet, bijvoorbeeld in de jaren 80, de jaren 70 van de vorige eeuw, spraken we over de Europese Unie als zijnde in verlamming, eurosclerosis. Er zag geen enkele ontwikkeling meer in het Europese integratieproces. En dat is een periode van 10 jaar geweest voordat we daar eindelijk uitkwamen. Kortom, je hoort ook wel mensen zeggen, het gaat niet goed met de Europese integratie als er geen crisis is. En inderdaad, als je probeert te kijken naar periodes waarin de Europese Unie niet in crisis verkeerde, die zijn moeilijk te vinden. Vaak wordt de Europese integratie daarom ook vergeleken met een processie van echternacht. Ik weet niet of ik daarmee bekend ben, ik heb het nooit geprobeerd. Maar dat is 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit en dan wordt er ook nog vaak gestruikeld. Dat is zo'n beetje de metafoor die vaak van toepassing wordt verklaard in het Europese integratieproces. Het is vergelijkbaar met een fiets, je moet blijven doorfietsen, anders rol je om en we rollen regelmatig om met het Europese integratieproces. Er is zelfs een hele populaire theorie die met zoveel woorden zegt, als je gaat kijken naar de historie van het Europese integratieproces, kom je tot de conclusie dat we eigenlijk crisis nodig hebben om voortgang te kunnen maken. Wat we heel vaak zien is dat tijdens die crisis enorme vraagstukken op tafel staan, de koppen keihard tegen elkaar geslagen moeten worden en dan inderdaad vind je bij lidstaten de bereidheid om weer een stap voorwaarts te maken in dat Europese integratieproces. En inderdaad, als je door die geschiedenis heen kijkt, dan zie je dat ondanks, of als je die theorie aanhangt, dankzij al die crisis die we hebben gehad, dat we inderdaad voortgang hebben kunnen maken met dat Europese integratieproces. Van ooit een Europese gemeenschap van koper en staal, naar nu een eurozone. Bovendien, je zou ook kunnen zeggen, waar hebben we het eigenlijk over? Afgelopen periode, inderdaad, sinds de val van Lehman Brothers, heeft de Europese Unie in de ernstigste crisis verkeerd die we hebben gekend na de Tweede Wereldoorlog. Dat is zonder meer het geval. Maar de Europese Unie heeft haar spankracht bewezen. De EU bestaat nog en zelfs ondanks allerlei voorspellingen van deskundigen dat de eurozone uit elkaar zou vallen, dat de euro zou ophouden te bestaan. Ondanks dat bestaat de euro ook nog. Er zijn meer dan voldoende landen die willen toetreden tot de Europese Unie, ondanks die crisis. En er zijn landen die willen toetreden tot de euro. En kort geleden is Litouwen als 19e lidstaat tot de eurozone toegetreden. Is Litouwen het 19e euroland geworden. Bovendien, tijdens deze crisis inderdaad zijn allerlei maatregelen genomen om de Europese Unie te versterken. We praten nu over een bankenunie, we praten over allerlei steunfondsen om Griekenland op de been te houden. Toezicht op de lidstaten, begrotingstoezicht is versterkt, de rol van de Europese Commissie is versterkt. Kortom, je kunt in deze crisis zelfs bewijs vinden voor die populaire theorie dat crises noodzakelijk zijn om voortgang te boeken in het Europese integratieproces. Kortom, de Europese Unie, Jean-Claude Juncker, hij mag dan pessimistisch zijn,
Maar de Europese Unie heeft eerdere crisis gehad, heeft die doorstaan en zal ook deze crisis wel overleven. Nou, u begrijpt het, die vraag ga ik nu bespreken. Is die optimistische variant terecht of is het pessimisme van Jean-Claude Juncker terecht? Nou, u zult u mij niet horen zeggen dat dat optimisme volkomen misplaatst is en dat de Europese Unie op sterven na dood is. Dat zult u mij niet horen zeggen vanavond. Maar wat ik wel zal gaan zeggen is dat er reden tot zorg is. Dat er grote reden tot zorg is en dat er eerder reden is tot pessimisme over de toekomst van de Europese Unie dan reden voor optimisme. In die zin zal het vanavond geen vrolijke avond worden, maar ik begrijp dat er aan het eind van de avond een borrel is, dat helpt al mij. Ja, natuurlijk, de Europese Unie zal wel blijven bestaan. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Bureaucratieën verdwijnen niet zomaar. Kijk even naar de NAVO. De NAVO heeft ook jarenlang gezocht naar zijn bestaansreden en gelukkig dankzij Poetin hebben ze weer een bestaansreden gevonden. Maar de afgelopen 10, 20 jaar na het einde van de Koude Oorlog was het toch gewoon een beetje moeizaam gedoe met die NAVO. Toch bleef hij gewoon voortbestaan. Dat zal met de EU ook het geval zijn. Maar de grote vraag, en dan komt die zorg om de hoek kijken, de grote vraag is natuurlijk of dit samenwerkingsverband van nu 28 lidstaten, of dat samenwerkingsverband in staat zal zijn om op een effectieve manier en op een legitieme manier, met andere woorden met steun van de bevolking in de lidstaten, zodanig te opereren dat die lidstaten gezamenlijk een antwoord kunnen geven op een aantal grote uitdagingen die op ons afkomen. En dan is de Noord-Zuid tegenstelling maar één van de uitdagingen. Uitdagingen die zich manifesteren, zowel van buiten, extern, als intern binnen de Europese Unie. En er zijn nogal wat uitdagingen. Ik ga er een aantal behandelen vanavond. Er zijn nogal wat uitdagingen. En het antwoord, of beter gezegd, de vraag of de Europese Unie, de lidstaten gezamenlijk in staat zullen blijken te zijn om op die uitdaging een antwoord te geven, zal in belangrijke mate bepalend zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Of die inderdaad als slagvaardig verband zal blijven opereren. Goed, extern en intern. En die gaan ze niet allemaal behandelen. Een uitdaging als energiezekerheid, energieveiligheid, het feit dat we afhankelijk zijn van Rusland, dat we afhankelijk zijn van Saudi-Arabië, gebieden die toch niet altijd even stabiel zijn, CPU-vriendelijk ten opzichte van ons staan, daar gaat niet op in. De uitdaging van de klimaatverandering, de uitdaging van de toestroom van migranten, hoe daarmee op te gaan, daar gaat niet op in. Ik ga op een aantal andere uitdagingen die daar wel overigens aan gerelateerd zijn, energie, migranten en noem maar op. En ik ga van buiten naar binnen. Als het ware als een soort ui af en uiteindelijk komen we bij de kern van de Europese integratie, bij de kern van de uitdaging uit. En laten we even beginnen met de buitenkant. De wereld waarin de Europese Unie opereert. Waarbij wij ook weten dat het naar buiten toe optreden van de Europese Unie nog steeds een van de zwakste dimensies is van het samenwerkingsverband. Samenwerken op het gebied van het externe beleid, samenwerken in de richting van de buitenwereld, is nog altijd een buitengewoon zwak punt van de Europese Unie. Goed, bij het behandelen van die uitdaging is het misschien leerzaam om te beginnen in 2003-2004. In 2003-2004 publiceerde de toenmalige hoge vertegenwoordiger. U weet, we hebben binnen de Europese Unie zo'n figuur die Europa naar de buitenwereld vertegenwoordigt, die de lidstaten op het gebied van buitenlands beleid en veiligheidsbeleid naar de buitenwereld vertegenwoordigt. Dat was in 2003-2004 Javier Solana, de oud-secretaris-generaal van de NAVO, die de eerste hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie was geworden. Later hebben we mevrouw Ashton gehad. En nu hebben we, zoals we allemaal weten, Federica Mogherini als de hoge vertegenwoordiger. Solana publiceerde in 2003-2004 de Europese Veiligheidsstrategie, de EVS. Document waarin op papier was gezet wat eigenlijk de belangrijke doelstellingen waren van het buitenlands beleid voor zover bestaan van de Europese Unie. En een van de belangrijkste doelstellingen die werd geformuleerd in dat document was gericht op de directe omgeving van de Europese Unie. Belangrijke doelstelling van het buitenlands beleid van de Europese Unie, van het externe beleid van de Europese Unie, moest zijn om optimale stabiliteit en veiligheid in die externe omgeving te creëren. De Europese Unie zou omringd moeten worden door een ring of well-governed countries.
En dat zou met name moeten plaatsvinden in het kader van het Europese nabuurschappenbeleid. Het nabuurschappenbeleid dat loopt van Wit-Rusland tot en met Marokko. Die hele, wat we zeggen, rand van landen valt daaronder. En via dat nabuurschappenbeleid probeerde men onder andere door die landen hulp te bieden. Door die landen hulp te bieden onder de voorwaarden dat ze gingen democratiseren. Dat ze hun onderlinge conflicten oplosten. Dat ze markteconomische hervormingen doorvoerden, et cetera. De zogenaamde conditionaliteit. Onder die voorwaarden dat ze zich gingen modelleren naar het Europese model, zouden die landen hulp krijgen. En de gedachte was, als zij dat doen, als ze democratie worden, als ze markteconomie worden, dan zullen ze stabiel worden, et cetera. Wat is daarvan terechtgekomen? Helemaal niets. Helemaal niets. A ring of well-governed countries. Nee. Ik denk dat wat er gebeurd is, en dat is niet de schuld van de Europese Unie, het zijn vaak autonome factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, dat die hele ring eigenlijk instabiel is geworden. Maar de beste omschrijving van wat er gebeurd is, kunt u vinden in The Economist van eind vorig jaar. Die verwijzend naar de Europese veiligheidsstrategie zei, Europa wordt niet omringd door a ring of well-governed countries. Nee, Europa wordt omringd door a ring of fire. A ring of fire. The famous, de bekende march of instability, die zich concentreert rondom Europa, de gordel van instabiliteit. En ja, inderdaad, ik denk dat als je over de grenzen van de Europese Unie heen kijkt, naar het zuiden en naar het oosten, dat het beeld bepaald verontrustend is. Het zuiden, dan praat ik primair over de MENA-regio, dus de Middle East en Noord-Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar ook het Arabisch Schiereiland, begin daar onder te vallen, kijk even naar wat er in Jemen gaande is. Ook grote delen van Centraal-Afrika, Oost-Afrika, West-Afrika, Nigeria, Somalië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, ga zo maar door. Dus het is meer dan de MENA-regio, is langzamerhand verworden tot één grote samenhangende zone van instabiliteit, van falende staten, van fragiele staten, van gebieden waar dus ieder overheidsgezag ontbreekt. En dat is een ideale voedingsbodem voor terrorisme, voor moordpartijen, genocide, voor criminaliteit, en dat allemaal in onderlinge samenhang. Wat we daar zien is religieuze tegenstellingen, etnische tegenstellingen, ideale voedingsbodem voor inderdaad het uitmoorden van de bevolking. Zeer gewelddadig, met andere woorden, en in toenemende mate een internationalisering van deze conflicten. En het is allemaal bekend met wat er gebeurt in Syrië, Irak, de Islamitische Staat. Dat conflict wordt gevoed door Saoedi-Arabië, door Iran, door Turkije, door Egypte. Achter deze conflicten, achter dit conflict in dat gebied, gaat een strijd om de regionale hegemonie schuil, waarbij Egypte, Saoedi-Arabië, Iran en Turkije betrokken zijn. Er is wel een vergelijking gemaakt kort geleden door een Amerikaanse auteur met de situatie in Europa tijdens de Dertigjarige Oorlog. Dat is natuurlijk al heel lang geleden, we praten over de 17e eeuw. Maar dat is het beeld wat volgens sommigen van toepassing is op wat zich nu aan het ontwikkelen is, met name in het Midden-Oosten, dus rondom Syrië en Irak. Een situatie van inderdaad extreem religieus geïnspireerd geweld, waarbij de religie vaak wordt aangegrepen voor politieke doelen en de doelgroeperingen, met internationale betrokkenheid, waardoor het conflict ook een zogenaamd proxy-karakter begint te krijgen. Nou, dat zien we inderdaad in het Midden-Oosten, we zien het ook in Noord-Afrika. Kijk naar de situatie in Libië op dit moment. Eigenlijk kun je zeggen dat in Noord-Afrika twee landen op dit moment nog redelijk stabiel zijn, voor zolang als het duurt, Tunesië en Marokko. En dat conflict breidt zich verder uit inderdaad in de richting van West-Afrika, Oost-Afrika en Centraal-Afrika. Dat gebeurt dus allemaal op de drempel van de Europese Unie. En de gevolgen daarvan zien we dagelijks, zagen we dagelijks natuurlijk deze dagen in extreme vorm. Met de massale vluchtelingenstromen. En dit is nog maar het begin, is mijn inschatting. Het drama op de Middellandse Zee. Maar natuurlijk ook terrorisme, bekende jihadisten, criminaliteit. Wat we bijvoorbeeld zien, is dat de drugstransporten naar Europa, die gaan niet meer direct via Europa, die gaan tegenwoordig via Noord-Afrika. Omdat daar iedere vorm van overheidsgezag ontbreekt. En criminele groeperingen weten deze zwakke plekken in het internationale systeem uitstekend uit te buiten.
En natuurlijk, als je het verder doorredeneert, dan kom je natuurlijk ook bij de energiebelangen die op het spel komen te staan. En ga zo maar door. Kortom, het zuiden is één grote conflictzone geworden. En wij liggen er dichtbij. Tweede, het oosten van Europa. Waar het ook bepaald niet vrolijk toe gaat. Een waarschuwing hadden we al gekregen natuurlijk in 2008, toen Rusland Georgië aanviel. Het conflict is vrij snel vergeten, omdat de zaak daar bevroren raakte. Frozen conflict, maar desondanks was duidelijk dat de Russen buitengewoon gevoelig waren voor ontwikkelingen waarbij landen als Georgië, Oekraïne, Moldavië, bewegingen richting NAVO en de Europese Unie gingen maken. Goed, sinds 2012-2013 hebben we te maken met agressie, zoals we allemaal weten, van Rusland. Tenminste, wij weten dat het Rusland is, maar de Russen ontkennen alles. Van Rusland tegen Oekraïne. We hebben de annexatie van de Krim gezien en we zien pogingen van Rusland om Oost-Oekraïne in handen te krijgen. En mocht dat allemaal niet lukken, om geheel Oekraïne te destabiliseren. Direct en met steun van separatisten, met ondersteuning van separatisten. Dit conflict betekent dat de Europese Unie voor het eerst in haar bestaan verwikkeld is geraakt in een geopolitiek conflict. Met zeer verregaande potentieel, zeer verregaande consequenties voor de veiligheidspolitieke orde in Europa. Want wat in wezen op het spel staat, zijn alle afspraken die wij meenden te hebben met Rusland over hoe het Europese continent moest worden ingericht. Die afspraken zijn in de periode van de Koude Oorlog ontstaan, die zijn in de periode van na de Koude Oorlog verder ontwikkeld. En een van de basisbeginselen van dat hele stelsel, die orde die in Europa bestond, was dat de territoriale integriteit van landen gerespecteerd diende te worden. Dat was een basisbeginsel waar wij zeer aan hechten, onbegrijpelijk reden. Daar hebben de Russen geen boodschap aan. Het is heel duidelijk, de Russen willen een andere orde en wensen zich niet te houden aan de spelregels waarvan wij dachten dat ze algemeen geaccepteerd waren. Wat precies, en dat maakt dit conflict zo ongelooflijk lastig om te analyseren, laat staan op te lossen, als er al een oplossing is. Wat ontzettend lastig is om aan te geven is wat nou eigenlijk de inzet van de Russen is met dit conflict. Gaat het om Oekraïne? Gaat het om Oost-Oekraïne? Gaat het om een herstel van het oude Sovjet-imperium? Waar liggen precies de grenzen van de Russische interventie? We weten het niet. We weten wel dat de Russen dit hele gebied, dat tussengebied tussen de Europese Unie en Rusland, benaderen in termen van zero sum. Als een land voor jullie kiest, kiest het tegen ons. Met andere woorden, ook in die zin respecteren ze niet dat landen hun eigen buitenlandsbeleid bepalen. Kortom, het is nogal wat. Wat we wel denken kunnen weten is wat er nou precies wat de Russen beweegt. En dat is waarschijnlijk dat Rusland, de huidige elite in Moskou, één horrorscenario heeft. Namelijk dat Oekraïne, wat natuurlijk in relatie met Rusland een ongelooflijk belangrijk land is, historisch, cultureel, taalkundig, etc. Dat Oekraïne zich ontwikkelt tot een succesvolle democratie en een succesvolle markteconomie. Als dat zou gebeuren, zou dat een directe bedreiging zijn voor de politieke elite in Rusland, die uit een kleptocratie bestaat. Die totaal de economie heeft gemonopoliseerd en ook de politieke macht. Dat zou bedreigend zijn voor de positie van Poetin en zijn makkers. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste beweegreden waarom ze Oekraïne, Georgië, Moldavië willen destabiliseren. Maar we weten niet of het daartoe beperkt blijft. Het sluit niet uit dat als het conflict weer gaat opspelen, dit voorjaar, deze zomer, en wij hardere sancties gaan treffen, dat men dan ook begint te stoken in de Baltische Republieken. Ze hebben de middelen daartoe, ze hebben de mogelijkheden daartoe. Kortom, het is een ingewikkeld conflict. Het is ook buitengewoon lastig om erop te reageren. Niet alleen omdat we niet weten wat er eigenlijk de Russische doelstellingen zijn, dat allemaal in het geheim gebeurt. Maar ook omdat we te maken hebben met een nieuwe wijze van oorlogsvoering.
die door twee elementen wordt gekenmerkt. Inzet van alle middelen, militaire middelen, maar dan vooral via separatisten. Cyber, economische ondermijning, infiltratie, propaganda, vervalsen van informatie. En het gebeurt allemaal voor een groot deel in het geheim. De Russen ontkennen keihard dat zij erbij betrokken zijn. Hoe moet je daarop reageren? Buitengewoon lastig. En wat het ook zo lastig maakt is dat het niet alleen op de directe omgeving is gericht. Oekraïne, Moldavië zijn ze ook behoorlijk aan het stoken. Maar men probeert ook de eenheid binnen de Europese Unie, binnen het westerse kamp, te ondermijnen. Door infiltratie, door propaganda, door steun aan bepaalde politieke partijen. Door Griekenland geld te bieden, door Cyprus geld te bieden. Door de landen op de Balkan te ondersteunen, et cetera. We weten niet waar het eindigt en we weten ook niet hoe we hierop moeten antwoorden. Maar het is weer op de drempel van de Europese Unie. Eén ding is ook duidelijk. Het conflict met Rusland laat zien dat de Europese Unie is ook eigenlijk de essentie van het nabuurschapbeleid, trad op als een zogenaamde soft power. We probeerden landen een beetje onze richting op te krijgen door hen hulp en steun te bieden, niet door het spel hard te spelen. Nou, de Europese Unie als soft power functioneert niet. De Europese Unie als soft power is langzamerhand een uitzondering aan het worden in een wereld waarin de relaties steeds harder en ruwer aan het worden zijn. Want buiten die directe omgeving moeten we ook naar Azië kijken met China in opkomst en gaan zo maar door. Het nabuurschapbeleid heeft gefaald. Die conclusie heeft de commissie overigens ook getrokken. Die hebben kort geleden een document geproduceerd waarin ze met zoveel woorden zeggen: we hebben behoefte aan een nieuw nabuurschapbeleid dat veel realistischer is en dat de verhoudingen van vandaag in oogenschouw neemt. Goed, ik heb het al gezegd, externe steun veel meer. De Verenigde Staten die langzamerhand toch wat afstand nemen van Europa, omdat ze in Azië verwikkeld zijn in een slag met China, de opkomst van China, etc. Energie, klimaat, ga zo maar door. Een enorme agenda op extern terrein. En het is zeer de vraag of de Europese Unie daar klaar voor is. Ik denk dat het antwoord nee is. Nou, dan intern. Het is nog niet klaar. We hebben ook interne problemen. Allereerst natuurlijk die voortetterende financiële economische crisis. Ja, tuurlijk, er is wat economische groei. Vandaag kunnen we lezen in de krant. Duitsland heeft zijn groeicijfers verhoogd. En verwacht 1,8% economische groei dit jaar en volgend jaar. In Nederland zijn de groeicijfers ook wat omhoog gegaan. Dus er is enig licht aan het einde van de tunnel als het om Noord gaat. In Zuid ligt het heel anders. Daar blijft de werkloosheid, jeugdwerkloosheid, buitengewoon hoog. Daar blijven torenhoge schulden, de landen teisteren, begrotingstekorten, ik ga zo maar door. En in Zuid zien we de afwezigheid van de noodzakelijke hervormingen om tot duurzame economische groei te komen. Inderdaad, met name op dit moment, de laatste dagen, is het duidelijk dat het risico van een Griekse uittreding uit de eurozone nog steeds levensgroot aanwezig is. En men zegt dat de eurozone er beter voor staat door de maatregelen die de afgelopen periode zijn getroffen, maar tegelijkertijd hoor je meneer Draghi, de baas van de Europese Centrale Bank, zeggen: het zijn onbekende wateren waarin men belandde als Griekenland uittreedt. We weten niet wat er gebeurt. Het domino-effect naar Griekenland, Italië naar Italië, Spanje naar Spanje, Portugal en wat gaat er met Frankrijk gebeuren? Dat domino-effect, daar houdt hij nog steeds rekening mee. Kortom, er zijn nog steeds grote risico's. Met name ook als je kijkt naar de zwakte van Italië en Frankrijk. Frankrijk, het land dat eigenlijk niet tot hervorming in staat is. En inderdaad, over Noord-Zuid gesproken. Als deze crisis één ding heeft geleerd, dan is het dat na 50, 60 jaar integratie en samenwerking, de solidariteit tussen de lidstaten onderling nog steeds heel beperkt is. Daarnaast het risico van de Britse uittreding, de Brexit. We hebben de Grexit en de Brexit. Het wordt steeds leuker in de Europese Unie met de afkortingen. De Brexit. Ik zal het kort houden. U weet, 7 mei verkiezingen. Cameron, als hij de verkiezingen wint, heeft een referendum beloofd in 2017. Kort geleden heeft hij aangegeven dat dat misschien al in 2016 kan plaatsvinden. Waarin de Britse bevolking de vraag voorgelegd krijgt: wilt u lid blijven van de Europese Unie? En Cameron heeft ook duidelijk gemaakt dat zijn opstelling, voor lidmaatschap of tegen lidmaatschap, afhangt van de vraag of de Europese Unie bereid is om soevereiniteit terug te geven aan Westminster, aan Londen, aan het Britse parlement, aan het VK.
En dat wil hij op een aantal hele gevoelige punten. En het is zeer de vraag of hij dat voor elkaar krijgt. Want als voor die soevereiniteitsteruggave noodzakelijk is dat er een nieuw verdrag moet komen, dan zullen 27 andere lidstaten daarmee moeten instemmen. Het is ook zeer de vraag of de concessies die hij weet te behalen, als hij ze al behaalt, aanvaardbaar zullen zijn voor zijn eigen partij. Want daar heeft hij backbenchers die buitengewoon eurosceptisch zijn. En hij heeft de hete adem in de nek van de UK Independence Party, van Nigel Farage, die uit de EU wil treden. Kortom, 7 mei wordt een hele belangrijke dag. De uitslag zal bepalend zijn voor het lot van het VK binnen de Europese Unie. En het zal natuurlijk wel een klap zijn voor het Europese integratieproces als een land uittreedt. Niet het minst belangrijke land. Goed, ik kan daar veel meer over zeggen. Moet ik niet doen omwille van de tijd. Maar het VK, wat daar gaande is, staat wel model voor wat er binnen de Europese Unie, dan met name binnen de lidstaten op dit moment gaande is. En dat is die vertrouwenscrisis. En de voorzitter heeft er al een paar opmerkingen over gemaakt. Inderdaad, die vertrouwenscrisis, je ziet het niet alleen in Griekenland, het Syriza, Podemos, de Vijfsterrenbeweging in Italië, Podemos in Spanje. Maar je hebt natuurlijk Jean-Marie Le Pen met haar Front National, die bepaald niet pro-Europees is. In Nederland hebben we de PVV. Je hebt de Finnenpartij, vroeger de ware Finnen. Je hebt UKIP. Je hebt Alternatief voor Duitsland. Overal zie je langzamerhand die veenbrand van de euroskepsis greep krijgen op het politieke landschap. Een voortwoekerende vertrouwenscrisis. En daar wil ik een aantal opmerkingen over maken als een soort afsluiting. Inderdaad, het is al langere tijd gaande, die euroskepsis. In Nederland kunnen we het ongeveer plaatsen in de periode van Pim Fortuyn en vervolgens het nee tegen de Europese grondwet. En daar praten we over alweer 10 jaar geleden, 2005. Toen begon het en daarvoor had je Frits Bolkestein, die al redelijk eurokritisch was. Dus binnen de VVD begon het toen al te spelen. Nu zien we het breed binnen de Europese Unie. Ik heb de voorbeelden gegeven. Op het eerste gezicht, weer een beetje de dialectiek, op het eerste gezicht zijn er twee geruststellende gedachten. Als we kijken naar die euroskepsis. Afgezien van UKIP in het VK en de PVV hier in Nederland, als we kijken naar de andere partijen die zich eurosceptisch opstellen binnen de lidstaten, zijn er geen die voor uittreding uit de Europese Unie zijn. Men wil binnen de Europese Unie blijven, men wil soms uit de euro en men wil in ieder geval een andere Europese Unie, men wil meer soevereiniteit voor het eigen land, men wil macht terug. Dat geldt zelfs voor mevrouw Le Pen. Die wil niet aan de Europese Unie trekken. Die wil meer macht voor Frankrijk. Die wil naar de eurozone. En daarnaast zien we, en dat geldt zeker voor de zuidelijke eurosceptische partijen, dat de eurokritische opstelling in belangrijke mate geïnspireerd wordt door vermoeidheid over het Europese bezuinigingsbeleid. Met andere woorden, de economische crisis. En daaruit zou je een zekere hoop kunnen halen dat als het economisch beter gaat, dat dan die euroskepsis zal afnemen in die landen. Dat geldt in het bijzonder voor Griekenland, Spanje, Italië en misschien tot op zekere hoogte voor Frankrijk, maar daar zit het via het Front Nationaal cultureel dieper verankerd. Tegelijkertijd ben ik geneigd te zeggen, te denken dat met wat extra economische groei, zoals die zich nu aftekent, in ieder geval in het noorden, dat daarmee het probleem voorbij is. Ik denk dat dat een ernstige onderschatting zou zijn van wat er echt gaande is binnen de lidstaten. Laat ik 4 factoren noemen. A. De financiële economische crisis is nog niet voorbij. Ik heb er al eerder iets over gezegd. Er is economische groei. Maar vergeet niet dat als je kijkt naar de stand van zaken, de economie op dit moment binnen de Europese Unie, dan zitten we nog steeds onder het niveau van 2008. Met andere woorden, er zijn 6 à 7 verloren jaren geweest. En die zijn keihard aangekomen binnen de lidstaten, binnen of bij bepaalde bevolkingsgroepen binnen de lidstaten. En, als we kijken naar Grexit, het risico van een Griekse uittreding, het hele systeem is nog steeds fragiel. Er zijn allerlei noodverbanden aangelegd, maar of dat voldoende is, dat is zeer de vraag. Dat is 1 overweging. 2e overweging. Afgelopen jaren, als gevolg van de bezuinigingen, is iets onder druk komen te staan dat heel kenmerkend is geweest voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Namelijk de verzorgingsstaten. Die verzorgingsstaten die zijn voor een deel
afgebouwd, staan onder druk, bieden minder zekerheid aan de bevolking. En juist die verzorgingsstaat, als we kijken naar de historie van het Europese integratieproces, met name als we praten over West-Europa, die verzorgingsstaten, die hebben binnen de lidstaten na de Tweede Wereldoorlog als een belangrijk bindmiddel gefunctioneerd. Tussen bevolkingsgroepen, tussen sociale klassen, of hoe je het ook definieert. Overigens konden die verzorgingsstaten mede door economische groei worden opgebouwd. Economische groei die de resultante was van Europese integratie. Maar wat belangrijk is in het huidige tijdsgewricht, is dat achter die verzwakking van die verzorgingsstaten groeiende maatschappelijke ongelijkheid schuilgaat. En dat daarachter ook schuilgaat het feit dat de middenklasse, en de middenklasse is een fundament van de democratie binnen onze landen, dat die middenklasse het steeds moeilijker krijgt. Het is de wereld van de verliezers van de globalisering, van de kansarmen, en dat vertaalt zich in scherpe tegenstellingen. En waar die aantasting van de verzorgingsstaat wordt verweten aan de Europese Unie, zien we dat als gevolg daarvan ook die EU onder druk komt te staan en de steun voor Europese integratie afneemt. Dat voegt zich bij een derde punt, een blijvende en zichzelf verdiepende vertrouwenscrisis binnen de lidstaten, in de vorm van wantrouwen tegen de politiek. Nogmaals, in Nederland hebben we dat zich zien ontwikkelen in de periode van de Fortuinrevolutie, maar dat is niet minder geworden. Wantrouwen tegen de politiek, tegen de overheid, tegen de rechterlijke macht, tegen de banken, het geld. Kortom, eigenlijk zie je dat in dit tijdsgewricht alle instituties die stabiliteit geven aan een samenleving onder druk staan. Dat verschijnsel heeft vele oorzaken. Ik kan daar nu niet op ingaan. We kunnen ongetwijfeld tijdens de discussie verder over praten. En dat zal van land tot land verschillen. Maar het gevolg ervan is dat ook het democratisch bestel onder druk is komen te staan. Ook al omdat nationale politici, nationaal gekozen politici, als gevolg van het Europese integratieproces feitelijk geen zeggenschap hebben over hun eigen samenleving. En wat er in Griekenland de afgelopen tijd is gebeurd, is het beste voorbeeld ervan. Syriza werd natuurlijk gekozen op een programma wat suggereerde dat Syriza wel even de problemen zou oplossen. Verteld wat er aan de hand was. En zo zit die wereld niet meer in elkaar. En bij volgende verkiezingen zal het vertrouwen van Griekse kiezers in het eigen politieke systeem nog verder zijn aangetast. En dan tenslotte een fenomeen dat je kunt samenvatten onder een Engels begrip, namelijk de terugkeer van identity politics binnen onze samenleving. Ik hou het heel kort, maar in de chaotische wereld van vandaag zie je onder delen van de bevolking een terugverlangen naar eigen identiteit en een veilige thuishaven. En die veilige thuishaven wordt binnen het eigen land gevonden. Dus inderdaad, macht moet terug naar het eigen land. Europa moet minder te zeggen krijgen. Het vertaalt zich ook in gevoelens van antipathie tegen vreemdelingen, moslims, migranten. En natuurlijk afkeer van Europa. Want het is juist dat open Europa dat bedreigend is voor die eigenheid. En dat open Europa is het Europa van de open grenzen dat die vreemdelingen toelaat. Kortom, als we deze vier elementen pakken. Financiële economische crisis, waar we nog lang niet thuis zijn. Verzorgingsstaat die onder druk staat. Vertrouwenscrisis als het gaat om politiek en overheid die zich vertaalt in verzwakking van de democratie en identity politics. Dan denk ik dat je moet concluderen dat zich binnen de lidstaten een soort explosief mengsel aan het vormen is. Wat we zeker niet moeten onderschatten. En dat iedere keer zich doorvertaalt in termen van afkeer van Europese integratie, groeiende euroskepsis. Ik ga zo maar door. En dat betekent dus ook dat inderdaad, Europese integratie leeft van crisis. Maar deze crisis is anders dan de crisis die we in het verleden hebben gehad. Dit is een crisis niet tussen lidstaten, ja ook dat, Noord versus Zuid, Duitsland en de Grieken. Nee, dit is een crisis binnen de lidstaten, over Europa. En zo'n crisis kun je niet makkelijk met een compromis oplossen. Als je daaraan koppelt dat de EU, als we kijken door die historie heen, alleen maar kan functioneren op basis van redelijkheid en inderdaad de bereidheid om compromissen te sluiten, dan kom je tot de conclusie dat als je die interne crisis binnen de lidstaten doorvertaalt naar het Europese niveau,
dat dat belangrijke kenmerk van het Europese integratieproces, de bereidheid om compromissen te sluiten en de bereidheid om die ook als zodanig aan je bevolking te verkopen en de bereidheid van de bevolking om die compromissen te aanvaarden, dat dat element zwaar onder druk staat. Ik kom tot mijn laatste opmerking. Wat we zien is dat de Europese integratie de afgelopen periode, dat is de keerzijde van het succes van de Europese integratie, sterker afhankelijk is geworden van de politieke en economische situatie en gang van zaken in de lidstaten. Een aantal jaren geleden was er een soort gevleugelde uitspraak. Europa is binnenlands beleid geworden. En dat werd dan door degenen die dat zeiden naar voren gebracht als het beste bewijs hoe succesvol de Europese integratie was geweest. Als mijn analyse klopt, is het feit dat de Europese integratie binnenlands beleid is geworden geen geruststellende gedachte. Er is dus wel enige reden tot zorg. Dank u wel. Hartstikke bedankt, meneer Roep, voor uw uitstekende en heldere verhaal. Het is wat het is, Noord versus Zuid, Euroskepsis en hoofdsteden versus Brussel. We hebben verliezers versus de winnaars van globalisering en de EU zelf tegenover alle problemen in de buurlanden. Genoeg stof tot nadenken, genoeg stof tot voor vragen. Dat gaan we zo meteen doen. Nu is pauze. Vraag ik een beetje af, want er was pessimisme, er was toch een beetje optimisme, want het komt toch wel goed. Hoe zit het eigenlijk met de mensen in de zaal? Dan wil ik graag handen zien. Over optimisme of pessimisme. Wie is er nog optimistisch over de toekomst van de EU? Wie denkt dat gaat allemaal goed komen? En wie is pessimistisch? Het valt allemaal uit elkaar. Ja. Nou, kijk, de nieuwe generatie is nog optimistisch. Kijk of we daar de komende keer wat aan kunnen doen. Vraag om, zijn er nu al vragen uit de zaal? Ah, hiervoor. Ga gewoon opstaan en stel je vraag. Ik ga het even zonder microfoon proberen. Ik ga opstaan. Hallo, Smit. Ik heb twee vragen. U had het al even over Rusland. En toen noemde u een verdrag die waar geschonden, namelijk het territoriale integriteitsverdrag. Nu noemt Rusland zelf, Poetin, die heeft het zelf over het verdrag dat gesloten is met de Europese of met de NAVO eigenlijk. Dat de NAVO niet zou uitbreiden naar landen die voormalig Sovjetlanden. Wat vindt u, wat is uw mening daarover? Dat was één. Dat is één. Ja. Nou, doe straks de tweede vraag. Doe straks de tweede vraag. Ja, nee, want anders onthoud ik niet. Dat is een goed punt. Dat eerste, de territoriale integriteit van landen, dat die niet geschonden zou worden, met andere woorden, we erkennen elkaars grenzen, daar komt het ongeveer op neer. Dat is iets wat in het kader van het OVSE-proces is overeengekomen. We kennen nu de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het is een organisatie die in de jaren 70, dus tijdens de Koude Oorlog, is ontstaan. Toen was het een conferentie, het CVSE-proces, nu is het echt een organisatie. En in het kader van dat proces zijn een aantal spelregels tot stand gekomen. En een van die spelregels is inderdaad dat we elkaars territoriale integriteit respecteren, met andere woorden, elkaars soevereiniteit respecteren. En dat hebben de Russen ook altijd erkend, dat dat een belangrijke spelregel is. Die treden ze dus nu met voeten, want hoe je het ook wendt of verkeerd, de annexatie, de eenzijdige annexatie van de Krim, gewelddadig door Rusland, wat de Russen met zoveel woorden hebben toegegeven dat dit een vooropgezet plan was, staat haaks op die spelregels. Kijk, ze komen nu aan inderdaad met het verhaal van ja, maar jullie hebben je ook niet aan beloftes gehouden, aan afspraken gehouden die op papier zijn gezet, die overigens niet vertragsmatig op papier zijn gezet, in de vorm van een memorandum zouden ze op papier zijn gezet. Eerste opmerking daarbij, twee kanttekeningen. Ten eerste, er is discussie tussen het Westen, met name de Verenigde Staten aan de ene kant, en Rusland aan de andere kant, of er ooit wel zo'n duidelijke afspraak
is gemaakt. Dat is één. Twee, zelfs als er zo'n afspraak zou zijn gemaakt, dan geeft dat Russen nog niet het recht om landen of delen van landen te bezetten. Al helemaal niet als het desbetreffende land nog in de verste verte geen lid van de NAVO is. Kortom, politiek hebben de Russen misschien een punt als er inderdaad iets op papier is gezet, maar juridisch hebben ze geen enkele claim. Tweede opmerking, is het verstandig wat de NAVO het Westen heeft gedaan? De uitbreiding die we de afgelopen periode hebben gezien. En daar hebben we het niet zozeer over Oekraïne, want Oekraïne is geen lid van de NAVO, werkt wel samen met de NAVO in het zogenaamde partnership program. Maar als we even kijken naar Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Roemenië, dus die voormalige satellietstaten, die inderdaad de afgelopen 10, 15 jaar allemaal lid zijn geworden van de NAVO, is dat verstandig geweest? Hebben de Russische gevoeligheden niet onderschat? Twee opmerkingen erbij. Eerste opmerking is, er zijn periodes geweest waarin dat uitbreidingsproces van de NAVO plaatsvond en waarbij er van Russische kant eigenlijk heel weinig bezwaren werden geuit. Dat is eigenlijk in de periode Poetin pas weer scherper naar boven gekomen. Tweede is natuurlijk wel dat ook een van de spelregels waarvan wij zeggen dat die belangrijk zijn met het oog op het handhaven van vrede en stabiliteit in Europa, een van de spelregels is dat naast respect voor de territoriale integriteit je soevereine landen ook het recht moet geven om zelf te beslissen over de buitenlandspolitieke oriëntatie die zij volgen. Met andere woorden, van welke organisatie zij lid willen worden. Dat is eigenlijk een tweede spelregel die de Russen blijkbaar niet accepteren, los van het feit dat ze de territoriale integriteit van Oekraïne niet respecteren. En overigens daarvoor al van Georgië. En van Georgië in het bijzonder, denk even aan Abhazie en Zuid-Ossetië, wat daar is gebeurd in 2008. Zij respecteren, ze weigeren ook te accepteren dat een land als Oekraïne, of een land als Moldavië, of een land als Georgië, zelfstandig zou kunnen beslissen over wat voor buitenlandpolitiek ze willen volgen. En van welke organisatie ze lid willen worden. Want dat is de kern van het conflict, of laten we zeggen, dat is niet de kern van het conflict, maar dat is de aanleiding geweest voor de problemen die we natuurlijk hebben gekregen afgelopen anderhalf jaar met Oekraïne, dat Oekraïne aangaf een verdrag met de Europese Unie te willen sluiten, een associatieverdrag, wat inhield dat er een vergaande economische samenwerking zou komen. Oekraïne zou niet eens lid worden van de Europese Unie, en ook NAVO-lidmaatschap was niet aan het worden. Maar men zou een associatieakkoord met de Europese Unie sluiten. Daar is dat gedonder over gaan ontstaan. Het Russen hebben toen de toenmalige president onder druk gezet om daarvan af te zien. Toen krijg je Maidan. Nou ja, het verhaal is bekend. Maar goed, nogmaals, ik kan in zoverre met de Russen meegaan dat wij, denk ik wel, in het Westen, en dat geldt in bijzonder voor de Verenigde Staten, bijzonder voor de Verenigde Staten onder het presidentschap van Bush, de gevoeligheid van verdere uitbreiding, verder dan de uitbreiding die al had plaatsgevonden, en dan praten we met name over Georgië, Oekraïne, Moldavië, etc., dat we die gevoeligheid hebben onderschat. Maar daartegenover staat dat het een belangrijke spelregel is, dat we landen de ruimte geven om hun eigen buitenlands beleid in te richten. Oké, helder. Dank u wel. Mijn tweede vraag, die gaat over het, u zei het al, het gefaalde soft power buitenlandbeleid van de Europese Unie. En toen noemde u dat er misschien dat het tijd wordt voor een nieuw buitenlandbeleid, realistischer. Hoe zou dat volgens u uit moeten zien? Misschien kunt u er even kort wat een kleine schets en dan ben ik heel slecht. Anders komt de rest van de zaal nog aan de beurt. Nee, dat is waar. Ja, dit is wel een vraag. Ja. Laat ik vooropstellen dat wat ik bedoel te zeggen is niet dat de Europese Unie er het buitenlandbeleid op moet nahouden dat een kopie is van de Verenigde Staten. Ik bedoel, wij moeten niet proberen de VS na te doen. Gaan we ook niet, want we zijn niet bereid om zo in onze militaire capaciteiten te investeren. Bovendien, wat we hebben geleerd, is dat een beleid dat voornamelijk gebaseerd is op hard power, zoals de Amerikanen in Afghanistan en Irak hebben toegepast, alleen maar tot een enorme tragedie leidt. Wat ik daarmee eigenlijk zeg is dat we
dat we geen goed inzicht hebben, zowel vanuit de politiek als vanuit de wetenschap, in hoe je met bepaalde vormen van instabiliteit die in deze wereld zich voordoen, en die zich nu met name in die omgeving van de Europese Unie voordoen, hoe je daarmee moet omgaan. Wat effectieve instrumenten zijn. Dat is één. Met andere woorden, begrijp mij niet in die zin verkeerd dat ik zeg van, ruil dat hele soft power beleid maar in voor hard power, militair, instrumentarium en ga van jetje, populair gezegd. Wat ik wel zeg is dat de Europese Unie in zijn extern beleid er vaak van uitgaat dat de landen waarmee zij omgaat inderdaad ernaar streven om een democratie te worden, markteconomie te introduceren, de mensenrechten te handhaven, zich te modelleren naar het evenbeeld van de Europese Unie. Dat is de essentie van de Europese Unie, niet alleen als soft power, maar ook als wat we noemen normative power. Zij willen onze waarden en beginselen wel overnemen. En wij proberen hen daartoe te brengen via dat beleid van conditionaliteit. Als jullie iets aan markteconomische hervorming doen, de mensenrechten, et cetera, dan krijg je wat meer steun, wat meer marktoegang tot de Europese markt, et cetera. Dat is een veel te simplistisch beeld. Als je kijkt naar de relatie tussen de Europese Unie en de Arabische wereld en je stelt de vraag van waarom lukt het niet om in die Arabische wereld hervormingen voor elkaar te krijgen en je gaat dat analyseren, dan kom je tot de conclusie dat dat factoren zijn, dat geldt ook voor Oekraïne, dat geldt ook voor Moldavië, Georgië, dat zijn factoren die daarvoor bepalend zijn, die geheel binnen die samenlevingen zitten en wij als Europese Unie heel weinig greep en heel weinig invloed op hebben. Je kunt zelfs invloed hebben die contraproductief werkt. We hebben onder andere in de Arabische Lente gezien, waarbij we partijen steunen die vervolgens niet zo democratisch waren, et cetera. Kortom, met een realistisch buitenlands beleid, ik kan er nog veel meer verhalen over houden, ga ik niet doen, maar met een realistisch buitenlands beleid bedoel ik een buitenlands beleid waarbij de Europese Unie dus even heel kritisch gaat kijken naar de veronderstellingen die diezelfde Unie en haar lidstaten hanteren, als, laten we zeggen, een soort onderbouwing van dat buitenwereld. Want de buitenwereld zit niet op de Europese Unie te wachten. Dat denken wij wel. En de buitenwereld vindt de Europese Unie soms heel lastig. We willen de Europese Unie helemaal niet binnen boord hebben. Terwijl wij denken dat we zo aardig en vriendelijk zijn dat de rest van de wereld wel op ons zit te wachten. In die zin is meer realisme noodzakelijk. Dus meer realisme en soft power lost niet alles op, maar hard power ook niet. Dus beter en minder breken. Ja. Oké, okay. Dan gaan we weer terug in de zaal en er zijn nog vragen. Ik zag een aantal mensen. Ja, hiervoor. Mijn naam is Eesland, bedankt voor de lezing. Zal Europa zich misschien niet in de toekomst ontwikkelen zoals de Verenigde Staten? Daar had je in het verleden ook de Noord- en Zuid-padstelling, om het zo te zeggen. Zal dat misschien niet, misschien is Europa op dit moment te jong en zal dat in de toekomst zich ontwikkelen tot een Verenigd Unie van Europa? Ja, ik kan de vraag op twee manieren interpreteren. A, zal dat gaan Noord en Zuid in de vorm van een burgeroorlog? En laat even reëel zijn, de burgeroorlog in de Verenigde Staten is een belangrijk aanjager geweest van het ontstaan van Amerika's federale staat, federalisering en ook de centralisering daarmee. Dan is mijn antwoord, ik mag hopen van niet. Ik mag hopen van niet, want als wij daar een burgeroorlog voor nodig hebben, dan zijn we natuurlijk wel heel ver afgezakt met het Europese ideaal, want die Europese integratie was er nou voor bedoeld om interne conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Laten we reëel zijn, daar zijn we de afgelopen 60, 70 jaar aardig in geslaagd. Ik bedoel, als je de essentie neemt van de Europese integratie zoals die na de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet, dan was die Europese integratie bedoeld, en dat gebeurde weliswaar onder Amerikaanse atoomparaplu en Amerikaanse centra, maar toch die Europese integratie, de inkadering van die relaties in een geïnstitutionaliseerd verband wat de Europese gemeenschap, laat de Europese Unie heten, was bedoeld om in essentie de voedingsbodem voor conflict, met name tussen Frankrijk en Duitsland, om die eruit te halen, de pacificatie van de Frans-Duitse relatie. Dat is het begin, dat is Schuman 1950, 9 mei, ga zo maar door, de dag van Europa. Nou, daarin zijn we aardig geslaagd en het zou eigenlijk dus een totale mislukking van het Europese integratieproject zijn, als in die zin het voorbeeld van Amerika als voorbeeld zou gaan gelden voor de Europese integratie. Maar ik interpreteer de vraag zo, zullen we ooit zien dat we de Verenigde Staten van Europa, zoals we de Verenigde Staten van Amerika hebben, dat de Verenigde Staten van Europa gaan ontstaan?
Het is, kijk, het is in die zin een populaire analogie dat zeker in de vorige eeuw er de nodige boeken zijn verschenen over de United States of Europe. Overigens meestal door Amerikanen geschreven, dat was dan ook weer zo grappig om te zien. United States of Europe. Europa zal inderdaad zoiets worden als de Verenigde Staten van Amerika. Ja, kijk, ik heb net wel een heel verhaal gehouden waarbij ik de suggestie weet dat ik weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk volstrekt onzin. Eigenlijk had ik daarmee moeten beginnen, maar dat doe ik nooit. Ja, dan wil niemand meer luisteren. Maar laten we even reëel zijn, ik bedoel, als ik dan toch een soort zelfbekentenis moet plegen. Laten we nou even reëel zijn. Als er één groepering is die buitengewoon slecht is geweest in het voorspellen van de toekomst, dan zijn het politicologen geweest, mensen die zich bezighouden met internationale betrekkingen. Wij hebben het einde van de Koude Oorlog niet voorspeld. Wij dachten dat de blokstructuur van de Sovjet-Unie tegenover de Verenigde Staten, nou die zou eeuwigdurend zijn. Ten meer ook omdat die werd afgedwongen met nucleaire wapens. Mutual Assured Destruction. Wij hebben 9-11 niet voorspeld. Sterker, heel veel instituten als het mijne, thinktanks die zich bezighouden met internationale betrekkingen, was de expertise op het gebied van terrorisme verdwenen. En pats boom, daar vlogen ze die twee torens binnen. En pats boom hadden we de War on Terror. Wij hebben het niet voorspeld. Wij hebben de Arabische Lente niet voorspeld. Wij hebben het uiteenvallen van Joegoslavië niet voorspeld. Kortom, hier zit een heel nederig persoon als het gaat om de toekomst. Want wij kunnen die niet voorspellen, maar de troost voor mij is dat niemand die kan voorspellen. Dus ik sluit niet uit dat er ooit een Verenigde Staten van Europa komt. Maar belangrijk is om de verschillen te zien tussen hoe de Verenigde Staten van Amerika zijn ontstaan en waaruit die Verenigde Staten van Europa moet ontstaan. En het grote verschil is dat afgezien van die Indianen, maar die zijn allemaal over de kling gejaagd, er geen eigen bevolking was. Er waren geen aparte staten in de Verenigde Staten waaruit een nieuwe staat moest worden gevormd. De VS was, afgezien van de Indianen, in dat opzicht maagdelijk, zou je bijna kunnen zeggen. In Europa is het veel ingewikkelder in die zin dat wij hier praten over staten die soms al honderden jaren bestaan. Met alles wat daar aan vast zit in de zin van cultuur, eigenheid, tradities, verleden en ga zo maar door. En die niet alleen dat met zich meedragen, maar natuurlijk zich ook ontwikkeld hebben in institutionele zin. De begrotingen zijn nog steeds in belangrijke mate nationaal. Het democratisch bestel is in belangrijke mate nog steeds nationaal. Burgers voelen zich nog steeds meer Nederlander, Duitser, Bijer dan Europeaan. Met andere woorden, je praat over structuren die zo zijn vastgezet en misschien wel zijn vastgeroest, dat het ongelooflijk moeilijk is om daar iets uit te ontwikkelen dat inderdaad uiteindelijk de Verenigde Staten van Europa is. Of zal zijn. Ik heb het zelf al zo gezegd, als die Verenigde Staten van Europa er komen, hebben wij het niet in de gaten. En zal een Amerikaan het ons vertellen doordat hij er een mooi boek over schrijft. Maar het gaat nog altijd duren. Wat mooi om te zien dat de spreker het goede voorbeeld geeft en zelf ook realistisch is. Jazeker. Zijn er nog meer vragen in de zaal? Ik zie hier nog een vraag. Ja, bedankt. Ik wil nog even een vraag stellen over hetzelfde eigenlijk. Je hebt ook een burgeroorlog intern, of zou kunnen wij dat weten niet. Maar ook vaak gezegd dat een oorlog met een externe heel erg verboerend kan werken. Is het mogelijk, ja, het is, zoals je zegt, altijd mogelijk, maar ziet u het gebeuren dat conflicten met Rusland tot een Europese staat, verenigde staat van Europa zou hebben? Ja, wat je inderdaad wel eens hoort is van, als de druk van buiten maar groot genoeg wordt, dan zul je zien dat de lidstaten van de Europese Unie elkaar weten te vinden. Nou, ook hier is denk ik enig realisme wel noodzakelijk. Daar kan ik een paar dingen over zeggen. Als we kijken naar de wereld zoals die. Eerst het optimistische verhaal.
laat ik daarmee beginnen. Als we kijken naar de wereld zoals die zich ontwikkelt. En op Klingendaal ben ik, los van dat ik me met Europa bezighoud, ben ik verantwoordelijk voor wat heet de Klingendaal Strategische Monitor. Ik geloof dat ik hier wel eens een verhaal heb gehouden voor de SIP over de Klingendaal Strategische Monitor 2013. We zitten nu met het project in 2015. Kort geleden hebben we de monitor 2015 uitgebracht. Dat kunnen jullie vinden op onze website www.klingendaal.nl. Monitor, tik het in. En dan heb je de laatste versie daarvan. Die monitor, dat is een groot project wat we ooit begonnen zijn, waarbij we eigenlijk een soort doorkijk van de wereld zoals die zich aan het ontwikkelen is. Met alle middelen en maren ten aanzien van in de toekomst kunnen kijken en uitspraken daarover doen. Toch proberen we dat. Wat voor wereld is zich aan het ontwikkelen? Op een viertal dimensies, de mondiale machtsverhouding. Hoe zit het met conflict en samenwerking binnen het internationale systeem? Wat is de verhouding tussen staten en niet-statelijke actoren? Niet-statelijke actoren, loop van bedrijven tot en met terroristen. Hoe zit het met de dreigingen binnen het internationale systeem? Wat zijn de dreigingen nu en hoe ontwikkelen die zich en waar concentreren ze zich liggen? En daaruit proberen we dan een soort beeld te creëren wat dan richtinggevend kan zijn voor met name onze ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. Hoe moet je met alle uitdagingen omgaan? Als we dan kijken naar de wereld zoals die zich gaat ontwikkelen is, en dan praat ik alleen even over de machtsverhouding. Dan zien we een wereld op ons afkomen waarin een omkering gaat plaatsvinden. Je kunt ook zeggen een normalisering van verhoudingen. Want het was abnormaal dat na de Tweede Wereldoorlog het transatlantisch verband, praat over West-Europa en de Verenigde Staten, of beter gezegd de OESO-landen, dus Japan mag je er ook bij rekenen, dat die op alle indicatoren die je maar kon verzinnen, als het ging om economische verhoudingen, zo'n 60-70% van het aandeel hadden. Dat is volkomen bizar. Nou, dat kalft heel snel af. China, India, bekende verhaal van de BRICS, maar daarachter is nog veel meer gaande. De omkering is dat ons aandeel als Westen, als Europese Unie, VS, etc. binnen het wereldeconomisch systeem, of je nou praat over investeringen, monetaire reserves, handel, bruto wereldproduct, op al die indicatoren zul je zien dat ons aandeel achteruit gaat en dat daarmee dus onze invloed op het wereldsysteem, hoe dat functioneert, welke waarden serieus worden genomen, mensenrechten of niet, etc., dat onze invloed ook afneemt, navenant afneemt. Maar die invloed van West-Europa, Europese landen, zal nog sneller afnemen als wij de handen niet ineens slaan. Want in de wereld van vandaag en zeker in de wereld van morgen is ieder Europees land, met wellicht uitzondering van Duitsland, maar ieder Europees land is klein. Dat is ook het bijna bizarre van wat er nu met het VK aan het gebeuren is. Het Verenigd Koninkrijk, als je kijkt naar het debat daar, en ik raad jullie aan om de BBC te volgen, nieuws, Newsnight, etc., de kranten te volgen. Maar als je die rabiate tegenstanders van het lidmaatschap van het VK van de Europese Unie volgt in een redenering, dan zeggen ze eigenlijk, het Verenigd Koninkrijk zal weer een macht zijn in deze wereld als wij ons los weten te maken van de Europese Unie. Bizar. Het Verenigd Koninkrijk is een onbetekenend land met een rijk verleden, maar dat verleden bestaat niet meer. En dat verlangen naar weer een eigen soevereine staat, los van de Europese Unie, is een verlangen naar een verleden wat inderdaad verdwenen is. Wij zijn allemaal klein. Dat geldt ook voor Nederland. Ook Nederland, ach, we zijn zo belangrijk. We moeten bij de G20, hang toch op, wij zijn een klein landje. Een klein landje. En we kunnen alleen maar invloed hebben door samen te werken met andere landen. En dan moeten we niet een grote mond hebben, dan moeten we niet gelijkhebberig zijn en dan moeten we het een beetje slim spelen. Dan krijgen we het voor elkaar. Daarmee is dus gezegd, vanuit de wereld zoals die zich ontwikkelt, is er alle reden om inderdaad realistisch, de eerste vraag die aan de orde was, realistisch, samen te werken ten einde nog enig invloed te hebben op hoe die wereld zich ontwikkelt. Rusland dan? Biedt Rusland dan een kans? Ik zal het kort naar de voorzitter. Biedt Rusland dan een kans? Niet op de Verenigde Staten van Europa. Dat moet even realistisch zijn. Verenigde Staten van Europa als gevolg van de crisis met Rusland? Nee. Want als je praat over de Verenigde Staten van Europa, dan zou het een Europese regering zijn. En Europese defensie, een Europees leger, en noem maar op, dat gaat niet gebeuren. Waar je maximaal op mag hopen, is dat als gevolg dat
de crisis rondom Oekraïne inderdaad functioneert zoals het is genoemd als een wake-up call. Wij moeten meer samenwerken, want anders worden we door de Russen tegen elkaar uitgespeeld. Tot nu toe gaat het niet slecht, want zowaar hebben de lidstaten van de Europese Unie elkaar weten te vinden op het punt van sancties tegen Rusland. Vervelend is alleen, die sancties bijten economisch wel, maar hebben politiek geen effect, geen invloed op Rusland. Het vervelend is ook dat als de Verenigde Staten niet het voortouw hadden genomen vorig jaar met de sancties, wij het waarschijnlijk niet hadden gedaan. De Amerikanen hebben enorme druk op Europa geplaatst om meer eenheid op dit punt voor elkaar te krijgen. En het vervelend is ook dat Rusland op dit moment de Europeanen op een andere manier tegen elkaar uitspreekt. Griekenland wordt gechanteerd met financiële steun. Roemenië en Bulgarije worden onder druk gezet met, een energieafhankelijkheid. In Hongarije heb je meneer Orbán, die een vriendje is van Poetin. Oostenrijk, daar zitten ook mensen die vriendjes zijn van Poetin. Italianen willen eigenlijk liever van de sancties af en gaan ze maar door. Dus de bange vraag is, en we moeten hopen dat het niet gebeurt, maar als het deze zomer het conflict in Oost-Oekraïne weer oplaait en de Russen, separatisten, rukken verder op, en de roep om strengere sancties komt op in Europa, dan moet ik zien dat de eenheid die we de afgelopen periode met heel veel moeite voor elkaar hebben gekregen, dat die in stand blijft. Duidelijk, dus realistisch en we moeten even kijken van of Rusland genoeg is om eenheid te veroorzaken in de EU. En de staat van Europa zal het voorlopig niet worden. Nee, absoluut niet. Dan heb ik zelf nog even een vraag, want hier ben ik groot, dus hier mag ik zelf even een vraag stellen. U bent inderdaad, u heeft ook een crisis binnen Europa. En het grote risico is dus dat Europa, of de EU, zeg maar een beetje uit elkaar valt. Dat is zeg maar een beetje een doemscenario. Maar de vraag is natuurlijk wel, voordat dat gebeurt, moet het natuurlijk wel gebeuren. En binnen de EU is heel vaak dat er problemen zijn geweest en heel vaak dat het op het laatste moment toch nog een oplossing is geworden. En dat we heel goed blijken te zijn de status quo te behouden, of die nog goed is of slecht. Kunt u zich voorstellen dat de EU uit elkaar valt, of in ieder geval significant minder gecentraliseerd wordt? En wat zou dan een realistisch scenario zijn? Hoe zou dat eruit zien, een uit elkaar van de EU? Kijk, ik ben niet zo bang, laat ik het zo formuleren. Het totaal uit elkaar vallen van de Europese Unie zal niet gebeuren. Wat ik aan het begin ook heb gezegd, wat je ziet is dat bureaucratieën, die hebben een leven van zichzelf. En zeker zo'n bureaucratie als de Europese Unie, met organisaties als een parlement en een Europese Commissie en een rechtsorde en een Europese Hof van Justitie, die hele structuur, die blijft natuurlijk voortbestaan. Wat ik aan het begin ook zei, de echte vraag is natuurlijk, of die structuur waarbinnen toch uiteindelijk het erop aankomt, niet of de Europese Commissie en meneer Juncker zijn zaakjes op orde heeft, of dat het Europese parlement op het juiste moment een amendement indient, of weet ik wat. Nee, waar het er aankomt is dat binnen die structuur die lidstaten elkaar weten te vinden, op het punt van allerlei zaken die op ons afkomen van binnen en van buiten, of dat nog blijft functioneren. Met andere woorden, het zal niet het horror scenario zijn van een Europa wat uit elkaar valt. Er vallen wat dingen eruit. Maar dat zijn het VK misschien en dat is Griekenland. Maar in zijn totaliteit valt het niet uit elkaar. Alleen, het functioneert niet. Het verwatert. Het heeft geen elan meer. Dat risico, dat is heel nadrukkelijk aanwezig. En om het nog even ingewikkelder te maken, het merkwaardige is dat als je kijkt naar Brussel en wat Brussel allemaal doet en wat de lidstaten daar allemaal doen, er komt nog steeds, ondanks deze crisis, ontzettend veel wetgeving tot stand. En er komt beleid tot stand. En we hebben een bankenunie en weet ik wat allemaal meer. Dus op het eerste gezicht zou je zeggen, zelfs dat gevaar van dat er niks meer gebeurt, is niet aanwezig. Alleen het vervelende is natuurlijk wel dat datgene wat er vanuit Brussel wordt geproduceerd, op een gegeven moment wel de steun van de bevolking in de lidstaten moet hebben. En daar zit het grote probleem. En daar zie je dat in reactie daarop nationale politici steeds meer afstand nemen van dat Europese integratieproces. Dat is het grote risico wat ons bedreigt.
uiteenvallen in de zin van dat plotseling Duitsland en Frankrijk weer tegenover elkaar komen te staan en dat wij de grebberlinie weer moeten gaan inrichten? Nou nee, natuurlijk niet. Dat is maar goed ook, want ons leger dat bestaat nauwelijks meer. Dan gaan we weer terug naar de zaal. Zijn er nog mensen die nu nog vragen? Ik zie twee vragen en beginnen van mij. Dank u wel voor de lezing. Ik vroeg me af, die lidstaten die hebben een steeds grotere afkeer tegen Europese integratie. Die hebben steeds meer macht naar zichzelf toe trekken. Maar wat is nou eigenlijk het grote argument om die macht weer naar zichzelf toe te trekken? Ja, dat wisselt van land tot land. Kijk, een land als het Verenigd Koninkrijk, en dat moeten we denk ik niet onderschatten, daarom is ook het referendum wat er in 2017 mogelijkerwijs gaat komen, overigens als Labour, dus als Ed Miliband met zijn Labour-partij wint, dan komt er geen referendum. Hij heeft heel duidelijk aangegeven, als ik vind, komt er geen referendum, en ik vind dat blijvend lidmaatschap van het VK, van de Europese Unie, in het Britse belang is. Ik ben het met hem eens, ik denk dat het in het Britse belang is, maar goed, wie ben ik. Maar in het VK is er natuurlijk een rijke traditie van euroskepsis. Vergeet niet, het VK werd in 1973 lid van de Europese gemeenschap. Dat twee keer was geweigerd door Frankrijk onder Charles de Gaulle. In 1919, de Gaulle was dood, was van het politieke toneel verdwenen en toen kon het VK lid worden van de Europese gemeenschap. 1973. In 1975 werd er in het Verenigd Koninkrijk al een referendum georganiseerd over de vraag, omdat er gaat, is dit de tweede keer dan, over de vraag of het land lid zou moeten blijven van de Europese gemeenschap. En dat referendum is gewonnen door de voorstanders. Heel saillant is dat een van de mensen die zeer actief campagne voerde voor blijvend lidmaatschap van het VK van de Europese gemeenschap, toen de tijd Margaret Thatcher was. En we weten allemaal, die de historie van de Europese integratie een beetje kent, weet dat Margaret Thatcher later een van de grote dwarsliggers was en op alle mogelijke manieren het leven van de Europeanen zuur heeft gemaakt. Dat tot daar aan toe. Maar er is een rijke traditie in het VK met betrekking tot laten we zeggen, euroskepsis met de rug naar het continent. Spottend noem ik altijd het VK, dat eiland dat voor de kust van de Verenigde Staten ligt. En niet voor de kust van Europa. En dat wordt gevoed door het imperiale verleden, die empire. Het feit dat ze lid zijn van de VN-veiligheidsraad en daardoor denken dat ze nog een sterke positie innemen. Er zijn ook wel economische overwegingen. Maar goed, in het geval van een land als Frankrijk. Frankrijk is altijd een steun van de Europese integratie geweest. Maar, zoals we allemaal weten, heeft Frankrijk altijd grote moeite gehad met de gedachte dat Europa zich zou kunnen ontwikkelen tot een politiek geïntegreerd Europa. Europa was iets dat geleid moest worden door de lidstaten, de grote lidstaten in het bijzonder. Of we nou praten over de jaren 60 van de vorige eeuw, over de jaren 70 van de vorige eeuw, praten over Frankrijk nu. Frankrijk is altijd groot voorstander geweest van een Europa waarbij de Europese Commissie niet een hele autonome, supranationale rol kon spelen, maar eigenlijk het secretariaat was van de lidstaten, met name van de Europese Raad, dus de regeringsleiders en staatshoofden. En binnen de Europese Raad zijn natuurlijk de prima donna's, zijn natuurlijk de regeringsleiders en staatshoofden van de grote landen, Frankrijk en Duitsland in het bijzonder. Dat vertaalt zich in weerzin. En als daar de nodige xenofobie bij komt, naar binnengekeerdheid, zoals bij het Front National, wordt dat steeds rabiater in zijn verzet tegen vergaande Europese integratie en een steeds grotere roep om teruggave van soevereiniteit. In Nederland is het kostenaspect. Nederlanders zijn natuurlijk wat dat er gaat ongelooflijke, hypocriete, zuinige figuren. Als het ons te veel kost, ja, dan vinden wij dat we ons geld terug moeten hebben, want dat gaat zitten wel op de Britse lijn. Dat kostenaspect is in Nederland een belangrijke factor geworden. In Nederland is daarnaast een belangrijk aspect geworden het gevoel dat wij als relatief kleine lidstaat, middelgrote lidstaat, toch in toenemende mate aan positie en invloed hebben verloren binnen de Europese Unie, die maar groter en groter werd. Dat soort factoren hebben een belangrijke rol bij Nederland gespeeld. In Duitsland, voor zover de weerzin tegen de Europese integratie daar een rol begint te spelen, en dat is het geval als je kijkt naar de alternatieven voor Duitsland, maar ook in de CSU, onderschat het ook niet, de Christen-Socialistische Unie, dus de zusterpartij van mevrouw Merkel.
Wat daar in belangrijke mate speelt is A, de euro, die in Duitse ogen toch een te kostbare aangelegenheid is geworden door het escheck wat in hun ogen de euro is geworden als gevolg van de hele zuidelijke schil, Griekenland, etc. Met andere woorden, wij moeten betalen voor de Grieken. Nou, dat soort gevoelens spelen een rol. Het is van land tot land verschillend, maar wat je heel duidelijk ziet is dat de uitbreiding in combinatie met de euro en de crisis die daarvan het gevolg of die daarmee samenhangt, het is niet het gevolg van de euro, daar kun je ook nog een heel verhaal over houden. Waarschijnlijk was de crisis nog veel erger geweest als de euro er niet was geweest. Maar de uitbreiding in combinatie met de financiële economische crisis die vervlochten is met het hele eurosysteem, dat die gevoelens heeft aangejaagd die in toenemende mate ertoe leiden dat grote groepen binnen de bevolking vatbaar zijn voor de boodschap van met name nationale politici dat het niet in het belang is van hen om verder te gaan met de Europese integratie, dat zij er belang bij hebben om macht terug te krijgen, CPU, dat het in het belang van het land is om uit te treden. Nou, dat zien we vrij breed binnen de Europese Unie. Hebben we nog tijd voor nog een vraag? Nog eentje dan? Ik zie er twee mensen met handen. Als het als even kort zijn, dan kunnen we. Ik weet niet, ik kan het wel op u doorgaan. Ik denk dat we net de twee vragen kunnen doen. Dat zijn dat laatste twee vragen. Zo kort houden. Denkt u dat door een verbetering van de democratische interne structuur van de Europese Unie, in de zin van dus verbetering van het parlement en verbetering van de representativiteit van het parlement binnen EU, enigszins enige problemen van deze aard kunnen opgelost worden? Dat is een hele goede en hele fundamentele vraag, zeker als je bedenkt dat uiteindelijk Europese integratie alleen maar, wat we zeggen, duurzaam kan zijn en verankerd kan zijn als uiteindelijk de burgers zich herkennen in dat integratieproces. En dan is even de vraag van, het Europese parlement, kan dat daarbij een rol spelen? Een goede vraag, ook een hele lastige vraag. Laat ik er niet van zeggen. Als je kijkt naar wat er de afgelopen 20 jaar gebeurd is binnen de Europese Unie en de Europese gemeenschap. En dan begin ik een beetje in eigenlijk al langer terug, midden jaren 80 van de vorige eeuw. Wij hebben een opeenstapeling van nieuwe verdragen gehad. We hadden ooit dat verdrag van Rome over die Europese Economische Gemeenschap. En toen kregen we de Europese Akte en we kregen het verdrag van Maastricht, we kregen het verdrag van Amsterdam, we kregen het verdrag van Nice, we kregen de Europese Grondwet, nou die mislukte. We kregen het verdrag van Lissabon, op opeenvolging van verdragen. Bij al die verdragen is de macht van het Europese parlement versterkt. En ik weet niet in hoeverre jullie bekend zijn met hoe dan die institutionele structuur in elkaar zit. En ik ga hier niet mijn college in Leiden herhalen, maak je geen zorgen. Maar het Europese parlement, als je het vergelijkt met nationale parlementen, is eigenlijk qua machtspositie dezelfde voet. Tegenwoordig. Kan geen wetgeving in Europa tot stand komen, nogmaals, Europa is één grote wetgevingsmachine. Er kan geen wetgeving tot stand komen of het Europees Parlement moet mee instemmen. Kan amendementen indienen. Europese begroting, en dat is niet niks die Europese begroting, er gaat behoorlijk wat geld om, moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement. TTIP-verdrag, waar zoveel over te doen is, kan alleen maar tot stand komen in werking treden als het Europees Parlement mee instemt. Mocht Turkije ooit willen toetreden, of kunnen toetreden, dan zullen ze het Europees Parlement mee moeten zien te krijgen. Dat zal nog lastig genoeg worden. Turkije komt er sowieso niet bij natuurlijk. Toetredingsverdragen, ja, heb je nodig, Europees Parlement. Zoals een Amerikaan een tijdje geleden zei, een academicus, the European Parliament is one of the most powerful parliaments in the world. Maar nu komt de paradox. Het Europees Parlement is de grote winnaar geweest van al deze verdragswijzigingen in termen van meer en meer en meer bevoegdheden. Maar de euroskepsis is alleen maar toegenomen. En de vertrouwenscrisis rondom Europa is alleen maar groter geworden. Als je burgers vraagt van, goh, vertrouw jij Europese parlementariërs? Dan zeggen ze van nee, absoluut niet. Staat veel te ver van mij af. Ik heb er helemaal niks mee. En ga zo maar door. Nou, daar kun je een heel verhaal over houden waarom dat nou zo is. En welke factoren daar een rol bij spelen. Maar de versterking van het Europees Parlement, waar op zich heel veel voor te zeggen was, heeft niet
geleid tot versterking van de democratische legitimiteit van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt niet als de vertegenwoordiger, als zijn of haar vertegenwoordiger door de Europese bevolking gezien. Was goede reden om het Europees Parlement te versterken, want dat is weer de keerzijde van het succes van de Europese integratie. Eigenlijk op alle terreinen waar onze nationale overheid op actief is, vindt tegenwoordig ook samenwerking en regelgeving op Europees niveau plaats. En het feit dat regelgeving op Europees niveau tot stand komt, houdt simpelweg in, alleen in Den Haag, in het parlement wil men dat niet zien, dat het nationale parlement daar geen greep meer op heeft. Dus dat verlies aan nationale controle moest je wel compenseren, formeel, door machtsoverdracht, op Europees niveau. Maar in inhoudelijke zin, dat burgers zich betrokken voelen bij, vertegenwoordigd voelen door, heeft het geen consequenties gehad. Dat verklaart overigens ook weer dat tegenwoordig nationale parlementen, ik weet niet of jullie dat kennen, die gele en oranje kaartprocedure. Als Europa zich met te veel zaken bemoeit, dan kunnen nationale parlementen met de gele of oranje kaart beginnen te wappen en zeggen van ho, terug in je hok, mag je niet mee bemoeien. Maar dus het experiment van het Europees Parlement is in zekere zin, als het ging om versterking van de democratische legitimiteit op Europees niveau, mislukt. En beste indicator is natuurlijk het feit dat mensen niet komen opdagen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als je kijkt, sinds 1979 is de verkiezingen, zie je dat de turn-out, de opkomst, structureel achteruit gekacheld is. Het wisselt van land tot land. In sommige landen komen mensen helemaal niet opdagen. Kijk naar de nieuwe toetredingslanden, in de Europese landen komen mensen überhaupt niet opdagen. Dan heb je opkomstcijfers van 15% of 20%, wat natuurlijk buitengewoon bedroevend is. Dus ja, ik ben daar vrij somber over. Het zou kunnen zijn, maar ik ben daar heel sceptisch over. Maar goed, ik ben al zo sceptisch vanavond. Het zou kunnen zijn dat het experiment van het Europees Parlement de afgelopen keer heeft gedaan. Dat kan werken. Jullie weten wat ze de afgelopen keer hebben gedaan met de verkiezingen van mei 2014. Toen zijn de grote partijen met een spitsenkandidaat gekomen en Jean-Claude Juncker is daar dan als de spitskandidaat uitgekomen. Met andere woorden, de grote politieke beweging in het Europese parlement, dan praten we over de Christendemocraten, dus de Volkspartij, de Socialisten en de Liberalen, hadden alle drie een spitsenkandidaat wat inhield dat die man, want dat ging natuurlijk weer over mannen, dat die man hun kandidaat was die, mochten zij de verkiezingen winnen, voorzitter zou worden van de Europese Commissie. Een beetje suggererend dat dat de toekomstige premier van Europa zou worden. Wat natuurlijk volstrekt onzin is, want de commissie is geen regering, dan gaan ze maar door. Nou ja, op die manier hebben die politieke partijen gepoogd om via de persoon, wat natuurlijk eigenlijk essentie is van de hedendaagse politiek, het gaat via personen, de Wilders en Rutte's, noem maar op, om via de persoon Europa te politiseren. En daardoor burgers meer naar dat Europese project te trekken. Ja, het vervelende was natuurlijk dat in Nederland Verhofstadt vonden men maar een rare Belg. En Schulz kende men helemaal niet. Bovendien was een Duitser. En die Luxemburger, Jean-Claude Juncker, ja, dat was maar een eigenwijs mannetje. En we kenden hem eigenlijk ook niet. Dus ja, of dat gaat werken, ik heb daar ook geen twijfels over. Ja, dus eigenlijk samengevat, in theorie zijn we vertegenwoordigd door het Europees Parlement. Maar in praktijk voelen we ons niet vertegenwoordigd. We voelen ons, nou eigenlijk is dat een prachtige samenvatting wat ik in 10 minuten heb gezegd. Dan gaan we met nog één vraag daar. Ja. Goedenavond. Mijn vraag gaat over een aantal dingen die u vanavond heeft gezegd. Vooral over die Ring of Fire. En ja, voornamelijk het Midden-Oosten. Daarvan zei u vanuit de Arabische landen, ja, we moeten niet denken dat we gaan ervan uit dat dat de landen zijn die ons willen, die zich willen spiegelen aan de mensenrechten die wij nastreven, et cetera, et cetera. En dat we bij de Arabische lente achterkwamen dat dat toch niet zulke democratische regeringen waren. Maar ik vraag me dan af, wat is de rol van, of u de rol van Europa ook ziet in uw analyse? Want we steunen nog steeds landen in de Arabische regio waar mensenrechtenrapporten over verschijnen. Van Amnesty, Human Rights Watch, locaties die gesloten worden. Dus ik vraag me af of er ook ruimte is voor Europa in uw analyse. Kijk, een van de grote problemen die wij hebben, denk ik, met... Kijk, ik ben geen Midden-Oosten-expert, laat ik dat vooropstellen.
Dus het zou, ik weet niet of jullie hem wel eens hebben gehad, maar bij Buitenlandse Zaken heb je iemand, ik ben nu even de naam kwijt, ik zal hem nog eens even doorgeven, die daar een uitstekend verhaal over kan houden. Over, laten we zeggen, dilemma's die je vanuit het buitenlands beleid tegenkomt op het moment dat je met de Arabische regio omgaat. Maar een van, dus ik heb veel van mijn wijsheid van hem, maar zo even zo zeggen. Maar een van de grote problemen die je denk ik hebt met de Arabische regio, is dat je, en de Arabische lente heeft dat laten zien, dat je voortdurend zit in een soort catch-22, dat je aan de ene kant in je buitenlandbeleid natuurlijk, zeker vanuit Europa, waar je een buitenlands beleid hebt, dat heel sterk geïnspireerd is, dat is dat softe karakter ervan, dat heel sterk geïnspireerd is door bepaalde waarden, die wij belangrijk vinden, en die we ook als de grondslag van Europese integratie en van de staat in Europa zien, democratie, mensenrechten, rule of law, ga zo maar door. Aan de ene kant wil je dat propageren, maar dat doe je in een regio die om allerlei redenen inherent instabiel is. Binnen samenlevingen waar nog ongelooflijk veel problemen zijn. Dus tegelijkertijd is er ook een hele sterke impuls om dan toch maar vast te houden aan de regimes die misschien op het punt van mensenrechten en rule of law niet helemaal koosje zijn, om het zo maar eens even te zeggen, maar die in ieder geval wel stabiliteit bieden. En dat dilemma, die spanning, heb je voortdurend gezien, niet alleen in het beleid van de Europese Unie, want het is met name de Verenigde Staten, het beleid van de Verenigde Staten dat ondergelegen heeft. Amerika bleef natuurlijk Mubarak steunen, omdat Mubarak stabiliteit bood. Stabiliteit in die zin dat Egypte niet ten prooi zou vallen aan terrorisme, extremisme en noem maar op. De Verenigde Staten steunt nog steeds Saoedi-Arabië. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval Saoedi-Arabië stabiel blijft in de zin van, valt niet ten prooi aan. En het is ook mooi meegenomen dat een stabiel Saoedi-Arabië ervoor zorgt dat olie uit de grond komt en dat aan ons levert. Dus die geopolitieke overwegingen, ja, die staan op gespannen voet met het hele waardepatroon wat we eigenlijk tegelijkertijd ook willen uitventen in het Midden-Oosten. En wat je eigenlijk ziet is dat we daar niet uitkomen. En wat je eigenlijk op dit moment ziet, en ik spreek daar geen oordeel over uit, in de zin van dat ik het ermee eens ben. Maar wat je eigenlijk op dit moment ziet, zowel bij de Europese Unie als bij de Verenigde Staten, dat wij als les van het mislukken van de Arabische lente, want we kunnen maar één ding constateren, in de zin van het bewerkstelligen van een duurzame democratisering, en dat was een beetje de naïeve hoop een aantal jaren geleden. In die zin is de Arabische lente mislukt. En de les die wij eruit, of de conclusie die wij eraan verbonden hebben, is dat we toch maar beter dan die verlichte dictaturen kunnen hebben, die het misschien niet altijd nauw nemen met de mensenrechten, maar er wel voor zorgen dat die landen enigszins overeind blijven. Mijn stellingname is, misschien dat we op dit moment geen andere keuze hebben om dat te doen, maar op langere termijn gaat dat echt fout. Want de bronnen van instabiliteit in die regio, in de zin van sociale achterstelling, in de zin van grote groepen jongeren die geen perspectief hebben, die vatbaar zijn voor extremisme, etc., die blijven juist onder dit soort regimes, die geen ruimte bieden voor politieke ontwikkeling, bestaan. Dus korte termijn, ja, hebben we misschien geen andere keuze, maar deze keuze maakt het probleem op langere termijn alleen maar groter. Is daar ruimte voor de Europese Unie? Tot nu toe, als ik het zie, heeft de Europese Unie alleen enig effect gehad in het bevorderen van democratisering, et cetera, in landen als Tunesië en Marokko, die sowieso al wat stabieler waren, maar in gebieden waar geen stabiliteit bestond, of waar autoritaire krachten weer opkwamen, van Libië, Syrië, Irak, tot en met Egypte, heeft de Europese Unie eigenlijk niet of nauwelijks effect gehad met zijn normatieve beleid. Ja, principes tegenover pragmatisme. Dat is, ja, principes tegenover realisme. En de Amerikanen hebben dat gaat om heel realistisch buitenlands beleid. Het is natuurlijk te gek voor woorden vanuit de mensenrechten bekeken dat wij Saudi-Arabië de hand boven het hoofd houden. Maar ja, als je puur machtspolitiek kijkt, moeten we er niet aan denken dat Saudi-Arabië omvalt. Want dan zijn we onze gas en olie kwijt en moeten we nog meer uit Groningen pompen. Dan hebben we qua tijd zitten we nu bijna
aan het einde van de avond wil ik nog wel even kijken of, de doempraat een beetje is aangekomen. Weer even handen nog. Wie is nu nog optimistisch over de EU? Kom op. Nou, zelfs naar zo'n verhaal de jeugd nog optimistisch is, dan ben ik ook optimistisch. Zometeen nog de aankondiging van het bestuur, maar nu Jan Rood, bedankt.